Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en ik heb net gedoucht. Het is al 5 uur. Maar ik was vannacht uit geweest. Dus ik was een beetje moe. En nu ga ik naar Bibi toe. Met Sander en Olivia. Want Bibi heeft een hondje gekregen. Een puppy. Met haar moeder. Dus we gaan even naar het hondje kijken. Dus kijk gezellig mee. Dat wil ik uiteraard filmen. Bibi. Dit is Bibi, de nieuwe puppy. Hoe heet die Bibi? Lucy. Oh. Vind je hem lief, Olivia? Met de hondje spelen. Doe maar. Hello. Oh, zo zacht. Zacht. Oh. En nu kan die spelen. Ja. Ja, kijk. Good morning. Ik heb half nat haar. En ik heb een heel klein beetje make-up opgedaan. Niet eens mascara of iets. Want ik ga vandaag een talk doen bij het Glamour Beauty Festival. En daar hebben we ook een stand met Somewhere. Ik ben alleen echt doodmoe. Ik heb vrijdagnacht 2 uur geslapen. Dat ik uit ben geweest. En vannacht ook echt een paar uur, want Olivia werd wakker. So I'm gonna drink a lot of coffee. En ik ga daar mijn haar en make-up en zo doen. Dus ik zie jullie zo daar. Oké, en ik zie er weer decent uit. Ik ben net in de make-up en haar geweest. En ik heb weer hetzelfde kapsel als altijd. En ik ga nu een video filmen voor Glamour. Dus die komt bij Glamour op het YouTube kanaal. En dan gaan we even zo nog kijken bij de stand van Somewhere. En om 1 uur doe ik een talk hier. Dus ik zal even kijken of misschien Sanne wat backstage dingen kan filmen. Hey, hallo allemaal. Het is zo leuk, we zijn bij het Amstel Hotel. En wie komt er zo meteen hier aan, Olivia? Wie komt zo meteen in het Amstel Hotel aan? Bibi! Bibi, maar ook Sinterklaas. Dus ik dacht, nou, dat moet je dan maar even zien. Superleuk hier aan de Amstel. De Amsterdamse intocht. Papa, ik hoor de boot! Ja, we horen de boot, hè? Hij komt. Maar van jullie net gehaald, hoor, of niet? Ik zweer, wij stonden op de rug en die bel ging af. Oh, die was net op tijd aan deze kant. Oké, zo cool. Kijk dan, Olivia, die is zo aan het genieten. Olivia, vind je het spannend? Ja, hè? Ja. Olivia, zie je hem? Ja! Ja, hè? Oh. En de brug is open. Olly, daar is hij! High five! Oh, zo mooi! Zo box. Oh, ik zie hem staan, jongens! Ja, ja, ik zie, ja, denk vast. Hij komt zo de boot erachter. Hij komt niet te komen. Hij komt achter is de pieterboot. Papa. Ja, schat. Daar achter. Ja, daar is de pieterboot. Zie je dat? Dit is zo mooi, jongen. Olly, daar komt hij. Daar komt hij. Daar is hij. Daar is hij. Olly, doe maar zwaaien, doe maar zwaaien! Sinterklaas! Sinterklaas! Doe maar roepen! Because things will never be the same. Bibi, waar zijn jullie? Wat is dit? Thermos. Ah, oké, okay, cool. Zullen we naar binnen gaan? Too many days, too many nights. Wish you would call, say you're missing me right. Cause I'm missing you. Remember the time, back in July. We fucked around, got a little too high. Kijk hoe leuk het eruit ziet. Zo mooi. Oké, we zijn nu naar boven aan het lopen. Dan hier is van shampoo. Zoiets. Hier zijn dingen van Benefit. Het ziet er zo leuk uit. Echt super leuk. Gebruik je ook Moroccan oil. Moroccan oil is echt mijn leven. Dat is zo lekker. Oh. Dit is echt schattig. Een kluis.
En daar is nog iets van Kliniek. En hier is Hamburg Canal. Het ziet er echt heel leuk uit. Kijk, hier is ook nog een hele gang met allemaal hier. Hier kan je make-up laten doen, volgens mij. En hier is een relax room. En het ziet er echt massages en waarschijnlijk heel veel eten. Kijk hoe vet het is. En hier zijn allemaal foto's uit de vorige glammers. Dus dat is echt heel vet. En hier kan je haar laten doen. En hier is een workshop. Dus. Half uur van Glamour. En het gaat niet om mij. We hebben een ster hier in ons midden. En ik ga haar interviewen. Ik ben heel blij dat ze ook een beetje een vriendinnetje van mij is. Een stapvriendinnetje. En, maar ze is ook een van de grootste, meest inspirerende Instagram girls van dit moment. Nou, jullie kennen haar allemaal. We gaan haar hem van het lijf vragen. Volgens mij mogen we ook vragen stellen tijdens de talk. De vragen die ik ga stellen, die komen al van lezers. Die hebben jullie allemaal ingestuurd. Dus we gaan iets heel leuks maken. Geef haar een heel groot applaus. Noor! Jouw Instagram foto's die zijn best wel bewerkt. Vind je het belangrijk dat jouw volgers begrijpen dat dat niet echt is? Ja, zeker. Ja, ik zie Instagram echt als een media waar ik zeg maar mijn liefde voor fotografie en het perfecte plaatje en zo met mensen kan delen. Dus als je dat leuk vindt, dan kan je dat volgen. Je maakt er echt een kunstwerk van. Ja, vind ik ook echt heel leuk om te doen. Ik moet wel zeggen dat ik laatst tijd wel iets minder dat doe. Iets meer gewoon de daily life. Gewoon puur omdat ik een gezin heb en heel veel reizen. Gewoon niet meer echt tijd heb om heel de tijd daarmee bezig te zijn. En ik heb natuurlijk een sieradenmerk en een bedrijf. Dus ik kan gewoon niet elke dag de perfecte foto maken. En op een gegeven moment post ik bijna niet meer. Toen dacht ik, weet je, ik moet ook gewoon posten wat ik aan het doen ben. Dus dat ben ik nu wel iets meer aan het doen. Maar ik laat op YouTube bijvoorbeeld echt zeg maar heel erg het andere uiterste zien. Daar ben ik echt zonder make-up en moe en met Olivia. En ja, zo zien mensen wel echt twee kanten van mijn leven. Dat vind ik juist super leuk om het allebei te laten zien. Ik ben al een tijdje op het festival. Ik heb net de talk gedaan. Diepzee heeft wat gevlogd. Dat zit waarschijnlijk, hebben jullie dat nu al gezien. En Sander, ook iedereen heeft een beetje gevlogd. Dat is wel leuk. Ik ben nu bij onze eigen stand. Onze eigen kapper. En girls. Kijk, hier zijn alle somewhere dingetjes. Jongens, ik weet niet of het als deze vlog online komt of dit er dan al is, maar we hebben dus allemaal scrunchies, maar die zijn de hele tijd uitverkocht. Want vorige week op de klasstil waren ze ook heel snel uitverkocht. En we hebben nieuwe haarbanden. Maar dit komt dus binnenkort online. En onze mooie doosjes. En ook onze hoesjes. Oké, ik ben weer thuis. We hebben net gegeten na Glamour. Je paardje weet ik niet, lieverd. En vandaag ga jij voor het eerst je schoen zetten. Waar ga je die zetten dan? Bij de open haard? Ja. Maar ik denk dat we misschien iets voor het paard nog moeten pakken. Dat het paard wat lekkers krijgt. En dan krijg jij misschien een cadeautje van Sinterklaas morgenochtend. Oh, moet ik gaan mijn schoen weghalen? Nee, je schoen moet je niet weghalen, want daar doet Sinterklaas het cadeautje in. Oké. Snap je? Sinterklaas komt Sinterklaas mijn huis. Ja, die komt door de open haard naar jouw schoen. En wat vindt een paard nou heel erg lekker? Die. Ja, een wortel. Zullen we die bij jouw schoen leggen? Ja. Of in je schoen? Maar dat weet niet of dat lukt. Past niet een cadeautje. Jawel hoor. Een cadeautje past er wel in. Denk het ook wel. Hier? Je kan hem gewoon in je schoen leggen. Daar past ik niets aan. Mag ik mijn schoen ook zetten? Ja. Ga ik mijn schoen zetten. Hier? Goed zo, Olly. Ja, het was mijn cadeautje. Oh nee, hij past er voor het paard, hè? Mijn schoen er niet bij. Nee, hij past perfect. Nee, het past perfect. Zullen we dan een liedje zingen voor Sinterklaas?
Ja. En misschien ook even buiten kijken of die misschien buiten al een beetje loopt. Maar welk liedje kan jij over Sinterklaas? Sinterklaasje leg in mijn schoen. Verzin ze. En hoe gaat die verder? Jij doet het. Ik zal het wel even doen. We kunnen het samen doen. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Ja, dat is zullen we even kijken of die buiten is gesloten? Wat is er aan de hand? Heb je een cadeautje gekregen? Mama. Ja? Mama, hebben we meer wortels? Ja, we hebben meer wortels. We hebben meer wortels. Wil je meer wortels neerleggen? Ja. Ja, want het paard heeft deze opgegeten, hè? Ja. We moeten wel een nieuw kopen. Voor morgen? Ja, als het paard weer terugkomt. Ja. Dat is goed, maar ik anders kijk even naar je cadeautje. Wat is het voor cadeautje? Komen. Ja, Sinterklaas is hier geweest en heeft dan even iets in je schoen achtergelaten. Zo, hier! Ja, door de open haard. Oh, wauw! Zit in! Zullen we het openmaken? Ja. Wat denk je dat het is? Geef maar. Voor mij. Mag ik je helpen met openmaken? Vorige keer is jij haar door haar knippen. Oké. Dat haar van Olly zit zo door de war. Kijk eens wat dit is. Een chocoladeletter. Chocoladeletter, oh. Heb je die gekregen? Ja. Moet je kijken. Oh. Dat is lekker. Er zit nog meer in. Even kijken hoor. Nee, dat was het volgens mij wel. Zullen we dan een liedje zingen voor Sinterklaasje? Ja. Misschien dat hij ons nog hoort. Ja. Geef eens. Oké, ik heb hem opgemaakt en het is inmiddels, even kijken, 11:15. En het is super grijs buiten trouwens. Maar ja, ik ging denk om 12:00 slapen, maar Olieke was dus om 4:30 wakker. Omdat ze te excited was over haar schoen. Alleen ze was dus mega pissed off dat die wortel weg was. Ze snapte het toch niet helemaal. Ja, dus dat was wel grappig. En ik heb een mega groot pakket van Naked. Dat ga ik nu laten zien. Alles even aantrekken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En normaal heeft Naked 15% korting. Maar ik heb vandaag een code, NOR30. Ik zal hem hier in beeld zetten. Waar je 30% korting echt op de hele website krijgt. Dus mocht je daar iets willen kopen, een nieuw jas, whatever. Zou ik zeggen, sla nu je slag. En ik laat even zien wat ik heb uitgekozen. Oké, de meeste dingen die ik dus bij Naked heb gekocht is of feestkleding voor de feestdagen of vesten. Omdat ik het al best wel koud vind, als in extreem koud. Het eerste vest is deze. Die heeft hele wijde lopende mouwen. En ik vind het leuk om het een beetje zo off-shoulder te dragen op een spijkerbroek. Ik heb er nu een riem over gedaan, maar je kunt hem ook openhangen. Dit is het volgende vest. Dit vest is trouwens echt veel zachter dan die vorige. En ik zou dit shirt er trouwens niet onder doen, maar die had ik toevallig nu aan. En ik vind het echt een heel leuk lang vest. I love it. En heel zacht. Echt mega zacht. Kriebelt niet. Dus ik denk ook dat die best wel warm is. En ik vind het leuk dat die van die verschillende kleuren zo heeft. Super cool. Oké, ik heb even mijn tas erbij gepakt. Want ik had dit vest gekocht, deze bruine, voor bij deze tas. Want ik dacht, dat is leuk. Dan ben ik in het bruin. Dit vest is ook super warm en zacht. En heeft ook van die ballonachtige mouwen. Wat ik dus echt heel leuk vind en heel vaak draag. Dus deze is heel cool. En je krijgt dus 30% korting. Dus alles is echt mega cheap. Dit is het volgende item. Deze villa trui. Hij is dus wel lang. Dat vind ik op zich wel chill. Dus je kan hem zo dragen. Ik heb met laarzen, dus die laarzen nog steeds aan. Dat zou ik op zich ook best wel aan kunnen doen. Maar deze broek is high-waisted, dus ik zou hem denk ik in deze broek doen. Maar ik vind het wel een coole trui. Ook op deze ding krijg je 30% korting. Dus mocht je hier normaal geen geld aan willen uitgeven, is dit wel heel leuk. Oké, deze blouse is dus echt het lievelingsitem van mij. Van wat ik tot nu toe gekocht heb. Want ik hou echt van die oversized blouse die je zeg maar ook bijvoorbeeld zo kan dragen.
En met van die ballonmouwen. En ik vind dit gewoon echt heel leuk. Ik draag het ook op rokjes. Op alle soorten broeken. Zwarte broeken, witte broeken, spijker. Dus ik vind deze heel cool. Maar deze zijn dus wel, ik weet niet, ik hoop dat ze er zijn. Deze blouse zijn dus ook altijd wel echt heel snel uitverkocht. Sorry, ik ben niet scherp. Omdat ze wel populair zijn. Dus check het eventjes. Ik hoop dat ze er nog zijn. Maar ik vind hem wel cool. Je kan hem ook helemaal dicht doen. Maar ik hou er zelf meer van om hem zo te dragen. De volgende trui is echt van binnen het zachtste ooit. En hij is lang. Dus je kan hem ook bijna als jurk aan. En er staat op de classy issue. En hij is blauw. Wat ik dus echt leuk vind. En op de achterkant staat dit. Ik vind deze trui echt heel cool. Hij lijkt echt gekreukeld door het licht. Maar in reality, het valt dus echt heel erg mee. Ik heb echt een beetje slecht licht. Maar dat komt omdat het buiten, dat zien jullie misschien niet, echt super grijs en grauw is. Maar hij is wel heel leuk. Misschien hou ik deze wel even aan vandaag. Ik moet zo naar de tandarts. Ja, ik denk trouwens dat ik deze ga aanhouden. Die is echt leuk. En het volgende item, ik weet niet of je het goed kan zien, is deze zwarte teddyjas. Want ik had alleen maar teddyjas in beige en camelkleur. En ik wilde eigenlijk wel heel graag dus ook een zwarte. Omdat ik gewoon heel veel zwart draag. En deze is dus niet heel duur. Hier krijg je ook 30% korting op. En ja, ik vond dat ik die wel kon gebruiken. Deze broek is trouwens van Weekday of zo. Maar die zit echt lelijk. Ga ik zo wegdoen, denk ik. Maar dat is even iets anders. Ik wil mijn spijkerbroek weer aan. Het volgende item is een, kijk of ik het goed kan filmen, beetje een feestdagjurk. Hij is zo lang. Ik heb een zwarte laars eronder. En hij ziet er zo uit. Ik vind deze wel echt, ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ik denk dat iedereen het best wel leuk vindt eigenlijk. Ja, hij is zeg maar van dit materiaal. En ik heb ook net een andere versie. Die zal ik zo ook even nog aantrekken. Maar ik vind hem zelf echt super vet. Kijk, het volgende jurkje lijkt er een beetje op. Alleen, die is net iets meer gypsy vibes. Maar dan toch een soort van feestelijk. Want hij heeft wel die mouwtjes en zo. En die laagjes. Ik ga even dichterbij staan. Kijk, zien jullie dat? Alleen, hij is wel heel feestelijk. Hij is ook wel gesloten. Dus hij is ook wel een soort van gekleed voor van alles. Maar wel een soort van fashionable. Ik vind deze misschien eigenlijk nog leuker. Ik weet het niet. Of zijn die met die pailletten leuker? Wat vinden jullie? Laat sowieso even weten wat jullie het leukste item vonden. Ik heb nog één ding. Dat ga ik nu aandoen. Dat heb ik dit weekend toevallig ook al aangehad. En that's it. En deze. Misschien is dit wel mijn lievelingsding. Deze zit zo mooi. Dit is een zwart fluweel Colbert jurkje. En deze had ik zaterdag ook aan. En hij maakt echt heel slank. En ik vind hem echt mega vet. Kijk. Nou, waarom kan ik het materiaal hier niet normaal laten zien? Misschien zo. Zo. Hij is dus van fluweel. Kijk. Het is echt een mooie vorm. Met die hier smal zit en daar wat wijder. En je kan ook eventueel een riem er nog over doen of iets. Maar ik vind dit echt helemaal geweldig. Dit is echt helemaal mijn stijl. Dus dit is, ik heb het beste voor het laatste bewaard. Ik vind deze echt super leuk. Dus als jullie iets van deze dingen leuk vinden met de code NOOR30 krijg je 30% korting. Maar ook als je andere dingen op de website natuurlijk ziet. So have a look. Ik zet de linkjes per item trouwens hieronder. Oké, ik heb even iets super warms aangetrokken. Dit is die trui. Waar heb ik die vandaan? Het is me ook naked. Een oudere. Het is toch wel heel koud. En ik ga naar de tandarts. Daar heb ik geen zin in. Waarom ik zo ingezoomd? Want ik moet gaatjes laten vullen. Dus zal ik jullie meenemen? Ik weet niet of het leuk is. We gaan even kijken. Ik ben op kantoor aangekomen en het is, tenminste, ik heb net een foto gemaakt op kantoor. Het is nu 3:30 alweer. En het wordt gewoon, buiten wordt het donker. En we zijn even bezig met allemaal nieuwe producten aan het ordenen. We hebben dus nieuwe scrunchies en nieuwe haarbanden. En allemaal leuke nieuwe dingen. Deze vlog komt woensdag, dan is het nog niet online. Maar anders schrijf je even in op de nieuwsbrief. Ik denk dat het zondag of zo online komt, de nieuwe dingen. Dus dat is, ik ga even verder werken. Hier zijn bijvoorbeeld wat leuke kleurtjes. Deze hebben we volgens mij ook in het lichtroze. Panter. Ik ben dus weer thuis. En Olly is er gezellig. Sander is er. En Jan koken. Want wij hebben weer een HelloFresh box binnen. Yay! Are you excited? Ik vind het zo lekker. En het is echt leuk. Verrassende recepten altijd. Wat hebben we nu dan?
Ja, waar is onze receptkaart? Ik zal nu mijn kortingscode voor de HelloFresh box hier in beeld zetten. Als jullie het willen uitproberen, kan je het met korting uitproberen. En heel veel mensen vroegen vorige keer of ze dan echt een jaar vastzitten aan HelloFresh. Dat is niet zo. Je kan het gewoon wekelijks opzetten, pauzeren, anything. Maar dit is gewoon echt gewoon bang, altijd 30, 35 minuten. Ik vind het chill. Het staat erop, hè. Ik kijk altijd hoe... zeg maar hoeveel erop staat qua bereidingstijd en dan kies ik altijd de kortste. Maar je kan dat ook op de website aanvinken zelf. We hebben deze Aziatische noedelsoep. Daar heb ik wel zin in. We hebben deze kohlrabi stamppot. Dat heb ik nog nooit gegeten. Wel leuk, zo iets anders. Ja. En saus van geitenkaas, dat vind ik ook lekker. En we hebben orzo met geroosterde bloemkool en bimi. Dit vind ik wel lekker eruit zien. Deze lijkt me ook super lekker. Shall we make? Ja, goed. Wat is de bereiding? 30 minuten. Eet binnen 5 dagen, dat staat er dus ook op. En al die ingrediënten zitten dus allemaal los in die box per gerecht. Dat is echt super handig. En? Oh ja, ook wel handig. Dit staat er dus allemaal op. Oké, okay, let's do it. Oké, okay, we zijn begonnen met voorbereiden. We hebben alles in bakjes gedaan. Ik zit dit de hele tijd te eten. Heb je dit al opgewarmd? Ja, geroosterd. Geroosterd? Ja. Gewoon lekker? Dat is altijd lekker, hè? Ja. Maar dat zijn van die kleine trucjes, want dat doe je 2 minuten in een koekenpan zonder olie. En dan maar staat gewoon... dat er dan bij HelloFresh? Ja. Oh. Ja, dan heb je gewoon super lekkere flavor. Want okay. Geroosterd amandelen is gewoon echt lekker. Oké. Oké, what else? Nou. Dus heb je de oor zo maken? Ja. We don't know how the days turn the weeks and the nights turn to drinking about the past. And this is it. Dus ik ben benieuwd of het lekker smaakt. Ik denk het wel. Wally eet ook met dit mee. Ik heb even snel voordat we gingen eten trouwens mijn make-up eraf gehaald. Ik was er helemaal klaar mee. En we hebben gegeten. Vond je het lekker, Olivia? Ik ook trouwens. Vond je lekker? Ik heb mijn make-up er ook af gehaald. Top. Ik denk, ik ga gewoon naturel. Oké. Was lekker, hè? Ja. Oprecht lekker. Wel zit in zware kost. Ik zit wel helemaal vol. Ik zit ook helemaal vol. En ik was al moe, dus ik ben er nog moeier van. En ik ga nu de vlog afsluiten. Voor ik het vergeet. En ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Het wordt weer een hele leuke week. Dat ga ik allemaal vloggen. Maar dat komt allemaal zondag online. En ik zie jullie zondag dan weer. Houdoe!